Goedemiddag, welkom bij AutoShiro. U heeft een BMW X1 van ons gevonden. En deze auto heb ik mogen inruilen van een paar vriendelijke mensen uit Sneek. Die hebben een Mitsubishi Outlander van ons gekocht, een hybride. Die ging meer kilometers maken. De X1, nogmaals, die heb ik mogen inruilen. Altijd bij BMW-dealer Van Poelgeest in onderhoud geweest. Alleen de laatste beurt die is uitgevoerd door BMW-dealer De Beijer. Dat was juli 2021. Juli 2022, dan zal die weer een beurt moeten hebben. Eventueel kunnen wij die nu ook al uitvoeren, rekenen wij 4,95 voor. Doen we ook een nieuwe APK. Wordt die ook gepoetst, hoewel dat is inmiddels al gebeurd. Volledige onderhoudshistorie bekend. Hij is bij onze collega, chef-monteur Martijn geweest. Die heeft hem volledig nagekeken. Die zegt, jongens, deze kan nog wel een rondje in Krachenburg op de foto, want hij is perfect. En neem van mij aan, dat is hij ook. Kijk maar eens mee. Vooral de kleur was ik erg enthousiast van. Een beetje donkerbruin metallic. Het is de 2 liter benzine van BMW. Mooie 18 inch lichtmetalen velgen eronder. Ook weer de chroomomlijsting om de ramen en de dakdragers. Als je het mooi vindt, kunnen we de ramen eventueel achtertinten. Kost ongeveer €350. Dat mag, dat moet niet, bent u vrij in. Afneembare trekhaak, die is inmiddels al gemonteerd. We gaan even de kofferbak openmaken. Yes. Witte plaat, die zit er al in. Mooie diepe kofferbak. Andere zijkant, en nogmaals, echt heel erg netjes opgepast. Geen krasje, geen deukje, niks te vinden. Onderhoudsboekje had ik even opengeklapt. Bij 130 dus, nog een onderhoudsbeurt gehad. Dit was allemaal bij Van Poelgeest, de BMW dealer. Nou, de automaat van BMW schakelt geweldig. Ik ga even achter het stuur zitten, kan ik nog wat dingetjes laten zien. Hoor de mistlampen. De cruise control, die zit hier. De kleding ook in een keurige conditie zoals u ziet. ...137.000 kilometer nu. Groot schermnavigatie, de telefoon is te koppelen. De climate control, niet onbelangrijk. Nou, automaat als gezegd. We kunnen hier USB of de iPad aansluiten voor de muziek. De traction control. De radio op het stuur te bedienen. Allemaal keurig netjes. Even achterin kijken. Er ook allemaal keurig uit zoals u ziet. Die kan dus zeker nog even een rondje mee. Nou, van BMW weten we natuurlijk, die kan rustig naar de 3 ton rijden. Wegenbelasting zit rond de 60-70 euro in de maand, dus dat is ook nog goed te overzien. Je zit wat hoger, je hebt een automaat, dus geweldige reisauto. Heb je wat in te ruilen, zijn wij hartstikke blij mee. Mag je even wat fotootjes van sturen via WhatsApp of via de e-mail, krijg je daar een bieding op. Als je zegt van, goh, ik wil hem graag thuis bezorgd hebben, dat doen we gratis in de coronatijden. Wil je financial lease voorstellen, omdat je hem zakelijk zou willen kopen, heb binnen 5 minuten van ons. Kortom, wij willen eigenlijk alles wel. Het enige wat we van u nodig hebben is een appje of een belletje of een mailtje. En dan kunnen we aan de gang. Deze is echt de moeite waard. Ik denk niet dat hij hier zo lang blijft. Hartelijk dank voor de aandacht. Heel graag tot ziens. Hoi.